Hallo en welkom bij het lekkerste van Gelderland. En vandaag vanuit het door Boudewijn de Groot bezongen land van Maas en Waal. En om precies te zijn uit Beneden Leeuwen. Of zoals ze dat hier zeggen, Lauwen. En Lauwen staat bekend om een aantal dingen. Onder andere natuurlijk die prachtige molen, de Wielenwaal. Maar ook de haat-liefde-relatie met de Waal. Want ja, in 1861 brak hij hier door en dat kostte aan 37 mensen het leven. En in 1995 moest het hele gebied hier geëvacueerd worden. Omdat de dijken dreigden door te breken. Uiteindelijk gebeurde dat gelukkig niet. En inmiddels zijn de dijken verhoogd en verzwaard en leeft iedereen hier weer veilig. En ook dit keer hebben we natuurlijk weer een heerlijk gerecht. Kijk even wat we hier hebben. Luister en huiver. Dit is de braaier. En waarom is dit nou de braaier? Wordt het gebraden of toch gewoon gebakken? Nou ja, daar gaan we proberen achter te komen. De ontstaansgeschiedenis van de braaier. Maar natuurlijk ook, wie maakt de braaier het lekkerst? Oftewel, welkom bij Het Lekkerst van Lauwen. Zoals ik al zei, dit is het land van Maas en Waal. Beneden Leeuwen is een rustig dorpje aan de drugsbevaren rivier van Nederland, de Waal. Waar de Prins Willem-Alexanderbrug juist verbindend werkt in het landschap, gingen in 1818 Boven- en Beneden Leeuwen, die voorheen samen de gemeente Leeuwen vormden, op in het grotere geheel, de gemeente Wamel. Inmiddels heet het de gemeente West Maas en Waal. Maar dat is zeker niet ten koste gegaan van de Leeuwse, oftewel de Lauwse, authenticiteit. Waar het water in de geschiedenis van Beneden Leeuwen altijd een grote rol speelde, zoals bij de dijkdoorbraken in 1861, was dit in de oorlog zeker niet anders. Het monument van de stoottroepen, die de dijken van de Waal verdedigden, herinnert ons daaraan. Een wat feestelijker noot. Die kan natuurlijk niet ontbreken in het Brooiersrijk. En dat is het carnaval. De plaatselijke carnavalsverenigingen zijn de Oelebollen en de Brooiers. Brooiers, dat lijkt verdacht veel op de naam van het gerecht van vandaag. Maar wat weten de mensen in Beneden Leeuwen eigenlijk van dit lekkere hapje? Nou, ik heb hier een brooier en lekkere stukjes brooier. En dat alles om erachter te komen hoe bekend en beroemd de brooier in Beneden Leeuwen is. Of de mensen weten dat dit een brooier is en of ze ook weten waar die vandaan komt, wie het ooit bedacht heeft. En buiten komt de regen met bakken uit de hemel, dus we zijn even verhuisd naar binnen. En ik weet in ieder geval zeker dat ik mensen tegenkom. Ja, goeiedag, ik heb wat voor je. Ja, dankjewel. Klein stukje van iets waarvan ik hoop dat je weet wat het is. Nou, ik zou eerst het als ze zeggen iets van een appelflap. Maar ja, het is iets van een appelflap. Misschien even proeven. Ik zal je een beetje helpen. Het is een gerecht wat echt bij Beneden Leeuwen, bij Lauwen hoort. Is van de braaiers dan? Van de braaiers. Ja. Dit is de braaier. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Meneer, ik mag iets aanbieden. Oh. Weet u wat het is? Dat is een braaier. Dat is een braaier, ja. Ja. Weet u ook hoe die aan zijn naam komt? Heb ik wel geweten van vroeger. Is dat, tijd geleden. Waarom die bedacht is en wie hem bedacht heeft en wanneer dat gebeurd is. Geen idee. Lekker toch? Een brooier? Een brooier, ja. Heel goed. Weet u misschien ook hoe die aan de naam komt, de brooier? Zo, carnavalsvereniging komt erin. Carnavalsvereniging? Ja, hier is dat de brooiers. De brooiers, ja. Maar brooier, ja, als je dat is eigenlijk het Lauws voor braden, toch? Braden, maar ja. Maar lassen. Nou weet ik het weer. Lassen? Lassen. Dus dit zou gelast zijn? Ja, kunnen we zien ze dan benaderen. Maar waarom en wanneer? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar zijn we lekker toch of niet? Zijn we lekker. Nou, kijk. Het tankje is weer vol. En nou ik hier toch ben. Ik bedoel, het is hier ook droog. Laat ik het nuttige maar meteen met het aangename verenen. Oftewel, wij gaan door met ons straatinterview. Is het een braaier of niet? Ja. Lekker. Goed. Dat zal
het eerste goede antwoord meteen. Dankjewel. Is het dat? Weet je wat het is of niet? Een broiler. Heel goed. Maar waarom heet het nou een broiler? Ja, dat weet ik ook niet. Echt niet? Nee. Ja. Ze kennen hem allemaal. Iedereen weet, dit is de broiler. Maar ja, waarom? Carnaval. Ja, ja, carnaval. Dus toch iets met carnaval, dat is wel duidelijk. Misschien kan de expert van deze week me daar wat meer over vertellen. En wie zou dat deze keer zijn? Jelle, jij bent de vierde generatie broierbakker. Ja. Toch? Zeker. Nou, ik ben de straat op geweest om te kijken van hoe bekend is nou die broier in Lauwen. Nou, de meeste mensen die wisten wel, ja, dit is de broier. En als ik dan vraag, waar komt die vandaan? Is het gebraden? Of, en dan zeggen ze, nee, het heeft iets te maken met de carnaval. Hoe zit het nou precies? Nou, eigenlijk is het zo dat de broiler is inderdaad een afstammeling van een appelflap. Alleen, de broiler is geïntroduceerd door bakker Kolvenbach in 1955. Oké. Okay. Toen is de broiervereniging, de carnavalsvereniging, is hier opgericht. Bakker Kolvenbach heeft eigenlijk gedacht, ik ga een specialiteit bedenken voor de carnaval. En eigenlijk moest het ook iets zijn wat makkelijk in de hand, zonder bestek, te eten is. Ja. En vervolgens heeft hij de eerste broier heeft hij aangeboden aan de pastoor die de carnavalsmis gedaan had. Maar dan nu over hoe maak je een goede broier. Ja, dan beginnen we denk ik met dat bladerdeeg, hè? Ja. Ja, ten eerste dat is lastig, geloof ik. Ja, ten eerste is bij ons het recept is nog exact hetzelfde als in 1955. Dat is niet veranderd en dat blijven we ook altijd zo doen. Dat is natuurlijk een geheim van de bakker natuurlijk. Ja, het geheim van de bakker. En vervolgens is bladerdeeg. Ja, je kan heel makkelijk bladerdeeg natuurlijk in de supermarkt kopen. Ja. Maar een verschil maakt hem dat je echt een lekker bladerdeeg maakt. Als je hem zelf gaat toeren. Dus zelf laagjes gaat creëren. Maar dan wat erin zit. Want dat is meer dan gewoon een appeltje en een beetje suiker in zeker. De meel, hè? Ja, ja, ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, ik wil daar niet al te veel over kwijt. Nou, enigste... we moeten de thuisbakkers een beetje helpen natuurlijk. Ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Nou, het enige wat ik bij ons wil vertellen, dat bij ons er drie verschillende soorten appelen zitten. We zitten hier in de appelregio. Ja, in de appelregio. Het appelgebied, de fruit, precies, fruitgebied, hè? Dus er is keus genoeg. Ja, dus ja, je kan zelf kiezen van welke appel wil je erin doen. Dan wordt die broiler toch in één keer veel meer dan gewoon maar een andersgebouwde appelflappie. Zeker. Dankjewel. Ik ga op pad met de informatie. Graag gedaan, ik ben benieuwd. Wie van de thuisbakkers ontrafelt het geheim van de broiers? En wie maakt zijn bladerdeeg helemaal zelf? We gaan het zien. Eline, jij gaat je ook storten op de broier. Ja. En ik kijk met een schuin oog naar de ingrediënten die hier al klaarstaan. En dan zie ik al één verrassend ding. Ja, ik maak hem met peer. Jij gaat de broier met peren maken. Ja, wij hebben dit jaar geen goudrenetten aan de boom. Dus we zijn genoodzaakt om met peren te maken. Maar Eline, je kan toch ook even naar de supermarkt? Dan kan je toch net alles halen wat je wil? Nee, kan je maken appels... het hier met de eigen tuin. Principe kwestie. Ja. Zo, en zo is het. En niet anders. Ik ben Eline de Bond. Ik ben 39 jaar. En ik kom uit Boven-Leeuwen. Ik ben geboren en getogen hier. En mijn werk, ik ben praktijkondersteuner bij een huisarts in Dreumel. Nou, de peren zijn geland inmiddels. Dan ben ik benieuwd wat er nog meer ingaat bij jouw broiers. Ik maak ze met anijs en met pekennoten. Oké, dus we krijgen een compleet andere vulling. Ja. Dan is er nog iets anders, want de vulling is één ding. Dan is het natuurlijk het bladerdeeg. Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Omdat ik geen roomboter kan gebruiken vanwege allergie van de kinderen. Ik kan geen roomboter gebruiken voor het bladerdeeg. Dus daarvoor heb ik margarine gebruikt. De kinderen hebben hier allebei een koemelk- en een soja-allergie. En... ja, ik vind alles moet hier gegeten kunnen worden door iedereen. Marleen, ik zie hier van alles en nog wat klaarstaan. Klopt. Hè? Ik ben heel nieuwsgierig wat er in jouw broier gaat. In mijn broier, ja. Ik heb voor de tut van butterscots gekozen. Een wat romige, zachte smaak tegenover de appel. Lekker. Dus, ja, om daar zo mijn eigen draai aan te geven. Oké. Ik ben dus Marleen Vlit. Ik ben 37 jaar. Ik woon hier al bijna 25 jaar in Geldermalsen. Ik werk op kantoor in een laboratorium in Ede. Bak je vaak? Ja, ik bak wel heel vaak. De buren en collega's zijn daar heel gelukkig mee. En, ja? Ja, ik maak ook wel. Want die krijgen je baksels altijd? Ja, die zijn altijd de pineut. Manlief is de pineut. Het allemaal proeven. Ja. Ja, ik vind hier de rust wel in. En als je een keer een taart maakt voor iemand en ze komen hem ophalen, dan denk je van, oh ja, moet je kijken die leuke gezichtjes van die kinderen. Hoe blij dat je iedereen ermee maakt. Ja.
ja, daar doe je het voor. Als je dat een keer hebt gezien, dan ja, dat is gewoon leuk. Maar je zegt kinderen, de kinderen uit de buurt, die weten, uit de buurt. Weten je te vinden. Ja, die weten we te vinden. En hoe heet ze, heb je dan ook al een naam in de buurt? Dat is Marleen voor de lekkere taartjes of zo? Ja, taartjes, ja, voor het Marleen, bakken. Of... Ja, dat ja, suikertante van de straat. Hè? Monique, heb je iets met carnaval? Ja, altijd. Ja? Heel veel. Volle bak? Volle bak. 4 dagen, 3 dagen? Vroeger wel 4 dagen. Nu 2 dagen, 's morgens vroeg, 's avonds laat. Echt waar? Ja, daar gaat het ook nooit meer over, denk ik. Ik ben Monique Verbeet uit Wijchen. Ik ben 49 jaar. En ik, in het dagelijks leven werk ik als directiesecretaresse bij een IT-bedrijf. Ik vraag het ook natuurlijk, omdat de Brooier heeft iets met carnaval te maken. Want je de Lauwse Brooier, hè? De Lauwse Brooier. Ja, ja, ik ken hem. Is ooit in 1955 bedacht, maar ja, eentje. Ja, 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 mij is verteld, als de Brooiers op visite komen, dan moet je Brooiers in huis hebben. Jouw perenbrooiers, zal ik maar zeggen, die zijn uitgetest. Ja, meermalen. Wie hebben ze getest? Jip en Jens en je man? Pip en, ja, Pip, en ja. Het werk. Op het werk hebben ze het getest. Ja? Maar heb je gewoon op spreekuur, heb je gewoon in de wachtkamer gewoon bij hem rondgegaan? Of niet? Nee, dat, nee, dan dat niet. Kan niet. Nee, nee. Ja, dan denk ik, ik zit me al in te denken bij de huisarts. Nou, nee, ik begeleid diabetes, dat kan niet. Oh nee, dat kan niet. Lieve diabetes, ik heb wat lekkers. Ik heb wat broilers. Laten we eens even kijken wat voor reactie er loskomt. Wat doet jouw Erwin voor werk? Die zit bij de brandweer. Oké, want is dat ook de reden dat jullie een AED apparaat hier aan de buiten? Want dat vond ik wel apart. Want ik kwam hier aanlopen en ik denk, oh, mensen met een zwak hart of... Nee, nee, echt hulp voor anderen. Ja, hulp voor anderen. Ja, ik heb zelf ook die reanimatiecursus gevolgd. Ja, helaas hebben we hem ook al diverse malen moeten gebruiken. Maar met succes? Nee, niet allemaal. Nee. Maar je hebt eigenlijk sinds dat hij hier aan de deur hangt, aan de buitenkant... Ja. Heb je in de buurt dus al meerdere keren? Hoe vaak al? Ja, rond de 7 keer. En daar ben ik toen ook wel van geschrokken. En ja, het is voor mij altijd nog heel erg lastig. Voor mijn man is het echt meer werk. Die doet het natuurlijk al 25 jaar. En ook een aantal keer dan wel met succes kunnen gebruiken. Ja, ja, klopt. Ja, dat is gewoon dan red je gewoon een mensenleven. Ja, dat is heel bijzonder. En dan weet je waarvoor je dat doet. Maar ook heel heftig. Het heeft ook echt heel veel impact. Dus als het niet... Ja, maar gewoon ook als je die melding krijgt, is het gewoon super eng. Dus als er nu een melding zou zijn, dan gooi je alles aan de kant? Ja. En dan... Ja, echt waar. Dan ga ik. Dan maak ik het wel af. Is goed. Nou, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig hoe jij je brooier gaat maken. Nou, welke appelsoort heb je gekozen? Elfstar. Altijd Elfstar. Ja. En je doet 1 soort appel erin, hè? Ja. Ja, dat is volgens mij nog meer wat ik eraan toevoeg, wat ook niet zo hoort. Maar nee. Nou ja, bij carnaval hoort dan ook wel een beetje alcohol bij. Dus wat ik dan altijd doe, is de rozijntjes wellen in Cointreau. Kijk, daar staat mijn... Ik heb hier al zoiets. Ik dacht al zoiets, want ik denk, wat ruik ik toch? Ja. Het deeg. Oh het ja. Het bladerdeeg. Ja. Ja, dat nou, kun je... vertel. Ja, want dan, dat is een dingetje, hè? Dat is wel een dingetje. Wat ik meestal doe, is op de fiets stappen en naar de winkel gaan. Of naar de bakker. En dan ga ik daar bladerdeeg halen. Dus je hebt het bladerdeeg niet zelf... Nee, heb ik niet zelf gemaakt. Is de butterscotch een beetje afgekoeld? Wordt die ietsje dikker? Wordt iets dikker. Wat gaat er nu in? Dit zijn hazelnoten en die heb ik gebrand. Hier, want dan heb je iets meer smaak. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zij gaan straks dus 19 minuten de oven in. Ja, klopt. Op een temperatuur van? 220 graden. 220 graden. Ja. En wat er dan uitkomt en hoe dat dan weer smaakt, dat gaan we aan het einde van de dag zien. Dank u wel. Graag gedaan. Voor deze smaakfestatie. En tot straks. Tot straks. Ik hoop gewoon dat hoe enthousiast iedereen reageerde op de combinatie appel met die butterscotchroom, dat het daar ook gewoon dezelfde reactie komt en dat ik daar echt mee ga winnen. Daar hoop ik op. Dit vind ik ook altijd wel even puzzelen, want hoeveel vulling doe je er nou eigenlijk op? Dus ik begin eigenlijk altijd... Een beetje voorzichtig. Ah. Maar wat je ook kunt doen, want je maakt er natuurlijk een soort van zoals je een envelop in elkaar vouwt, elkaar plakt. Ja. Dan kun je een klepje open laten en kijken van goh, heb ik nog heel veel ruimte om nog extra vulling erbij te doen. Oh, laat zien. Het is in elk geval een van mijn broilers. Ja, kijk, een kleine Pip zit nou al te lachen en die zit zich al te verheugen en te verkneukelen op de broiler die mams gaat maken. Ik vind het belangrijk dat de kinderen alles moeten kunnen eten, ongeacht hun allergie. Ze horen ook gewoon van de lekkere dingen mee te kunnen genieten. Dank voor de gastvrijheid. Graag gedaan.
voor de uitleg en tot straks. Ja, en ik heb nog een tip van een bakker ooit gekregen. Van waar ik wel eens problemen mee had, was in het laten rijzen van die van de brooiers of appelflappen. Ja. Een tip die ik altijd meeneem is bij bladerdeeg moet je ervoor zorgen dat er ook lucht in de oven kan komen, zodat de stoom weg kan. Dus als zo meteen dan die oven aan het bakken is, ja, wat doe je dan? Normaal gesproken doe je de klep netjes dicht. Maar als je er dan hier gewoon een houten lepel tussen zet, dan komt er wat lucht tussen en dan moet je zo blijven staan. En dan kan er wat stoom ontsnappen en daardoor gaat het deeg beter rijzen. Dankjewel. Doeg. Okay, heel graag gedaan. Doeg. Dat belooft veel goeds voor de finale. Vandaag bezoeken we het Streekhistorisch Museum Tweestromenland. Sandra en Jelle, aandacht. We gaan het vandaag hebben over de Lauwse Brouwer. En de Lauwse Brouwer is een lekkernij uit Beneden-Leeuwen. Bedacht in 1955 door de plaatselijke bakker Kolvenbach. Voorganger van Jelle. Zeker. En hij heeft dat aangeboden aan pastoor Jans, de allereerste. En dat was eigenlijk meteen de oprichting van carnavalsclub De Brouwers. Jelle, zou jij aan Sandra willen vertellen wat die brouwer eigenlijk is? Nou, de brouwer is eigenlijk een variatie op een appelflap. Het verschil zit erin dat hij anders gevouwen is. En dat betekent eigenlijk dat hij een ander eetgevoel heeft. Dus bij elke hap die je neemt, heb je ook gelijk appel. Wat is belangrijk bij een echte, originele Lauwse Brouwer? Nou, je hebt natuurlijk twee onderdelen. Mm-hmm. Je hebt de vulling natuurlijk, maar ook het bladerdeeg. En vooral het bladerdeeg, daar wordt vaak makkelijk over gedacht. Je kan het heel makkelijk kopen, maar als je hem zelf maakt en zelf vouwt, dus gaat toeren, ja, dan krijg je het specifieke van een brouwer. Ik wil niet te veel vertellen over de vulling. Oh! Het enige wat ik wil vertellen is dat er drie verschillende soorten appel in zitten. In onze brouwer. Sandra en Jelle, zijn er nog vragen? Nee hoor. Dan is deze les geëindigd en dan gaan wij proeven. Prima. Lekker. Beste vrienden en familie, beste thuisbakkers van Beneden-Leeuwen, oftewel Lauwe. Welkom in het Streekhistorisch Museum Tweestromenland. Bijzondere plek. En we gaan vandaag ook nog eens een keer geschiedenis schrijven. Want anno 2020 gaan we bekendmaken wie uiteindelijk de lekkerste Lauwse Brouwer heeft gemaakt. Eline. Ik wil jou vragen als eerste om jouw Lauwse Brouwer te presenteren. Mijn Lauwse Brouwer. Toen Eline de klosje omhoog deed, had ik echt zoiets van wauw. Vooral door de kleur en het hartje wat ik meteen zag zitten, terwijl ik een bloemetje had gekozen. Dacht ik, oké. Hartjes. Hartjes. Ja. Hartjes. Deze is gevuld met peren en anijs. En ik heb zelfs het bladerdeeg zelf gemaakt. Omdat onze kinderen een koemelk- en een soja-allergie hebben en daardoor niet alles mee kunnen eten. Ik vond de vulling wel spannend, dat ze wat afweek van de appel. Zelf durfde ik dat niet, maar ik denk ja, soms moet je er ook inderdaad een eigen draai aan geven. We gaan naar Marleen. Ja. Dit is mijn versie. Ik heb hem gebakken met butterscotchroom. En dat zit er ook bij, dat kan je nog proeven als je erg van de zoetigheid houdt, om hem daar nog in te dippen. Wat een bijzondere combinatie van smaken. Daar had ik zelf nooit over nagedacht, over die combinatie. En ik vond het ook heel mooi opgemaakt met een glaasje butterscotch er zo bij. En dat zag er heel mooi uit. Het ziet eruit als een mooi dessert bijna, ja. Toch? Ja, een bolletje ijs erbij. Ja, klaar. Ja, ook dat kan. Ik zie Jelle een beetje kijken van shit, waarom heb ik dat niet bedacht? Hè? En dan gaan we tenslotte naar Monique. Ja. Nou, ik ben benieuwd of het gelukt is, Japoefje. Dat zijn de wijnen. Die zagen er wel echt heel mooi gerezen uit. Ja, die van Monique zagen eruit. Ik dacht van, nou, daar kan je niet van winnen. Die waren gewoon het perfecte plaatje, wat dat betreft. Mooi met de suiker en mooi gebakken. En wat ik hier eigenlijk mijn persoonlijke touch aan toegevoegd heb, dat is dat ik de rozijntjes heb ik geweld in de likeur. En dit keer kwam troon, maar dat kan eigenlijk van alles zijn. Zijn er nog vragen? Jelle, Sandra, heb je nog vragen? Nee, geen vragen. We zijn heel erg benieuwd om te gaan proeven. Ja, ik ook. Ja. Ja. Nou, denken jullie dan? Ja, ik ga. We hebben hier de eerste indruk bij mij toch ook het uiterlijk, hè? Dan. Zeker. Ja. Ik kan er niks aan doen, maar. Hij is puur uiterlijk, hè? Puur uiterlijk. Deze. Ja, ik weet dat je daar niet op af mag gaan. Ja, goed. Het telt ook mee natuurlijk. Maar want de vulling is ook ongelooflijk belangrijk. Ja, maar je staat wel 1-0 voor, zo. Ja. Ik
Ik zie je kijken. Ja, ik zit even kijken. Waar kijk je naar? Ik zit even goed te kijken naar de vulling inderdaad. Ik proef inderdaad iets krokants erin zitten, maar ik zie dat er een walnootje in zit, ja. Een pekannootje zit erin. Een pekannootje, ja. Maar ik proef wel gelijk vulling. Wat heel belangrijk is bij een brouwer. De eerste hap moet vulling geven. Ja. Ik heb het gevoel dat het is een beetje een peer die nog niet helemaal rijp is. En daardoor is hij een beetje hard. Ja. Bijna net zo hard als het pekannootje. En ze zijn niet heel erg overdreven zoet, hè? Nee, klopt. Nee. Het origineel is veel zoeter. Het gaat meer richting hartig bijna, ja. Maar, maar bij een biertje is dat misschien juist weer heel erg lekker. Over zoet gesproken denk ik nu daar wat winst in maken. Ik verwacht dat deze heel erg zoet is. Dat is mijn, is ook gekarameliseerd, zie je. Tas toe, hè? Tas toe, hè? Beetje stroperig, hè, door de witte scotch. Ja, klopt, een beetje karamel smaak. Ja. Hij is niet helemaal gaar. Ik zit ook al te voelen, ik twijfel inderdaad een beetje. Het zit op het randje. Maar of je hem dan weer krokant krijgt. Het is lastig. Smaak is wel lekker, hè? Hij is wel lekker. Dan hebben we degene die we overduidelijk in ieder geval het mooiste vinden. Mooi. Zeker. Ja. Maar ja, smaak is ook lekker. Kijk, heel mooi gebakken. Heel mooi gebakken. Prachtig. En ook de suiker is hier dus niet verbrand, hè? Niks van te zeggen. Nee. Ja. Ik hou ervan. Hij is goed zoet. En dat suiker, die laag, ik vind het wat overdreven. Ja, ik denk maar inderdaad... het zorgt wel voor krokantheid, hè, ook. Ja, ik denk dat inderdaad het grove aan het fijne, ik denk dat die combinatie dat het fijne misschien te heftig maakt. Misschien mag er iets meer vulling in. Ja. Hij is inderdaad... Het is heel veel bladerdeeg en... Veel suiker aan bladerdeeg en net iets te weinig appel, ja. Nou. Dat klopt. Het is net, ik mis dan een klein beetje appelsmaak. Precies. Jeentje, want wat een verschillende smaken ook, hè? Dit is echt een totaal andere smaak dan met appel. En ik vind ook de butterscotjes ook weer iets totaal anders. Ja. Ze hebben allemaal een pluspunten en minpunten. Ja. Godje, Mickey. Ja. Dan moeten wij tot een eindoordeel komen. Nou, ik ben benieuwd. Willen we nog proeven of zijn jullie er al uit? Ik denk het wel. Ik denk dat we de meeste bakkers weer binnen kunnen roepen. Ja, prima. Ja, in 1955 ontving pastoor Jans van Bakker Kolvenbach de allereerste Lauwse brouwer. Inmiddels zijn we 65 jaar verder. En de vraag vandaag is, wie maakt de lekkerste Lauwse brouwer? Sandra. Spannend. Heel spannend. Ja. Super spannend. Zeker. Ja. Maar wij hebben heerlijk geproefd. Ja. Dus het smaakte allemaal fantastisch, maar ik ga toch heel eventjes een oordeel geven aan jullie per loze braaier. Zeg ik het goed? Ja, bijna. Ik kwam er niet uit. Loze braaier. Loze braaier. Ja, heel goed. Ik begin met die van Eline. Ik ben altijd onder de indruk van als mensen gaan bakken, hè, zonder tarwe, zonder roomboter, zonder geraffineerde suiker en toch een heel mooi product neerzetten. En daar wil ik je absolute complimenten voor geven. De vulling, je hebt gekozen voor peer en anijs. Dat vind ik gewaagd. Ik vind peer en anijs wel een goede combinatie, maar ik vond de peer niet helemaal rijp. En daarmee is hij wat minder zoet en wat hard. En dat heb je eigenlijk wel nodig in de vulling. Ik ga door naar die van Marleen. Butterscotch. Ja, het was mijn lievelings chocoladereep vroeger als er maar butterscotch in zat. Dus ook nu weer, ik was er meteen helemaal enthousiast over. Waar we minder enthousiast over waren. Het deeg is niet helemaal gaar. En wij vonden de smaak van de butterscotch, die is behoorlijk zwaar. En het bladerdeeg natuurlijk ook. En die combinatie maakt dat wij denken dat je bij je biertje op het carnaval het bij een halve Lauwse brouwer houdt. Heel goed. Je leert het al. We gaan naar die van Monique. Die ziet er fantastisch mooi uit. Het lijkt alsof de bakker hemzelf hem heeft gebakken. We hebben hem geproefd en er zit een heerlijke krokante laag aan de buitenkant. Dat komt natuurlijk ook door de suiker. Maar wij vonden wel dat er behoorlijk wat suiker op zat. Eigenlijk een beetje te veel. De vulling, heerlijk van appel. Daar zijn wij van overtuigd dat dat toch ook wel een hele lekkere vulling is. Maar dat had wat ons betreft wat meer gemogen. En nu gaan we naar de lekkerste brouwer. En wat is de lekkerste? Van beneden Leeuwen. De lekkerste brouwer, en daar waren wij unaniem in, is de Lauwse brouwer van Monique. Yeah! Het lekkerste van Gelderland. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
Je hebt het lekkerste van beneden Leeuwen gebakken. Nou, heel goed. Knap hè? Gedaan. Ja. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij en trots dat het me gelukt is om toch gewoon zo'n goede broodje te bakken. Ja. Nou, Monique heeft eigenlijk het trucje in de oven heeft ze, gedaan zoals wij het ook doen. Ze heeft een pollepel tussen de ovenklep gezet. En dat is eigenlijk om het om stoom weg te krijgen en om een beetje warmte te verliezen. En daardoor krijg je dus werking in je bladerdeeg. Tja, dankzij een houten pollepel heeft Monique hier vandaag geschiedenis geschreven in het Streekhistorisch Museum Twee Stromenland. Want dit is gewoon de lekkerste Lauwse broier. Ik ga hem gewoon lekker opeten. En ik zeg tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering van Het Lekkerste van Gelderland.